Ja, www.magnetar.nl voor deze te gave grote magneet. Dit is de Beast. Dat is mijn lievelingsmagneet. De Beast van Magnetar. En kijk maar eens eventjes. We kunnen wegen. Hadda, een weegschaaltje. Hoe vet is dit? Kijk eens. Kijk dit. Dit is echt zo'n keukenweegschaal. Weet je niet dat je er zo'n bakje op moet zetten? Ja, man. Hadda, stook weer uit. Ze back! En wat in de bek? Ja. Nou. Oh, wow. Weer allemaal gereedschap. Kijk dit. Hoe vet is dit? He? Ja, man. Kijk dan, hé. Weer helemaal vol met gereedschap. Maar dit zijn wel goede tangen ook, hè? Wat zijn dit? Dat zijn van die klemtangen. Dat zijn goede. Oké. Ja, misschien kunnen we wel een gereedschapwinkel beginnen. Laat het even weten. We gaan gewoon in de verbouwingen, man. Ja, man. Kijk dan, een staalpijpie. Mesje, slot, verdorie. Met sleutel. Hey. Kijk dan. Wat is dit dan? Hè? Oh, dit kan nog wel een zilver zijn. Nee, doe eens even rustig. Zilverfleted. Wat is dit dan? Kijk dan, zilverfleted. Het staat er echt in. Is dat geen zo'n brief openen of niet? Nee, daar zit een punt normaal aan. Nee. Het lijkt wel een messie, joh. Ja, het lijkt wel een messie, maar er staan ook echt tekens in, man. Nee, er staan geen tekens in, maar er staat wel echt op silver plated. Flated staat erop, silver flated. Ja, hoe vet is dit? Oké, die is sowieso apart. Kijk dan. Hé, kijk dan. Er zit een punt op. 20 punten. 20 punten, waarde. 20 punten. Vraag het geschenksboekje aan, bel 0900-1753, wel 45 cent per minuut. Zo. Douwe Egberts. 20 Douwe Egberts punten, hoe dan? Zeg het maar. Hoe vet is dit, hé? Met dan ook allemaal messies, die zijn nog wel vrij nieuw, man. Nou, ook een messies zagen inderdaad, hé? Ja. Zit er ook een ijzerzaag bij? Nee. Kijk dan, joh. Hey, maar dit is wel handel ook, hoor. Hey, dit zijn best wel kostbare dingetjes wat erbij zit. Kijk dan. Zoals dit. Wat zijn dit dan, joh? Geen idee. Kijk dan, een oud slotje. Abus. Abus. Ja, vet, man. 20 waardepunten. Ja, wel weer een leuke. Bougiesleutel. Bougiesleutel, is dat een bougie? Niet. Het lijkt wel. Ja, is een bougiesleutel. Oké, gaaf. Ja, en dit is een soort dokterstas, man. Zie je dat? Ja. Ja, dit is een dokter. Ja, zo is die dokters. Ja, dus, daar liepen vroeger, kwamen de dokters mee naar je huis toe. Oké. Maar daar zat de andere gereedschap in, nou, hoop ik. Ja. Voor de patiënten. Ja, dit is meer van een timmerman geweest, denk ik. Ja, gaaf, man. Hoe dan? Ja, maar dat zilveren ding is wel gek, man. Zo. Dit is wel iets super vets. Ja. Dik. Zilverfleten. Ja, maar sowieso, alle gereedschap is gewoon goed, man. Ja, man. Je, en gedoren. Ja, man, nou, dat is gewoon een goed merk. Ja, daarvoor zeg ik, dit is echt wel handel, hè. Nou, kijk, dit gereedschap hebben we nou en we hebben dat andere gereedschap al in een tas gedaan, kijk eens. Kijk, dat zit nou allemaal in deze tas al. Maar kijk, hé, hoeveel we hebben al. Yes, kijk eens. Er zit een kistje aan, maar ik heb geen idee wat voor kistje. Kijk, je kan aan de stuur, je kan naar huis rijden. Ja. Maar kijk dit. Kijk, oh! Ja, kijk maar. Wat een gekke plek is dit, hè? Yes! Gelukkig zijn we hier teruggegaan, maat, voordat we gingen prikken. Kom op. Hé? Oh, kijk aan, was het... Wow, allemaal muntzakjes, hé? Kijk dan! Kijk dan! 50 cent van de bank. Allemaal 1 centjes. Kijk dan, 1 euro, allemaal 2 centjes. En dat zullen dan allemaal wel 5 centjes zijn natuurlijk. Wow, kijk eens! 30 keer 5 cent. 1,5 euro. Hey, papiergeld. Ja, ik zweer het. Zwanzig Duitse marken. Ja. Hoe vet is dit? Briefgeld. Kijk dan, hé. Ja, kijk maar. Kijk dan. Een of andere. Wat zijn dit? Zegels of zo? Tech te gek. Albert Heijn. Tech te gek. Oh, kijk dan. Van die spaardingetjes. Hoe vet is dit, hé? Kijk dan.
onzichtbaar zichtbaar, het onzichtbare zien. Ja, dat kun je door middel van magneetvissen dat doen. Dit, ja. Ja, maar, ja, dat is zeker het onzichtbaar. Kijk dan allemaal muntjes, oké. Kijk dit. Wow. Hé, hey, allemaal Duitse franken en zo, man. Zitten er geen douchemuntjes bij? Geen douchemuntjes. Ja, ik heb het over hoor. Ik heb het nog over van vorige keer. Ja, vet, man. Dit is echt een super gek bakkie. Dat is van een drank iets. Kijk dan. Wow. Wat ga jij? En dan voor eurogeld. Hoe vet is dit? Wow, kijk dit. Ja, Kasi, man. Man. Je hebt een lucky day vandaag. Ja, man. Godverdomme. Oh, ja, sorry. Deze plek is gewoon mega dik, weet je. Deze plek. Ja, kijk dan. Kikken, man. Super. Dus kun je die Duitse marken nog inwisselen. Papiergeld. Wat voor Nederlands geld kun je tot 2030 doen. Oké, Swansig een Duitse mark. Dat is toch wel minimaal 10 euro, denk ik. Ja, denk je dat? Ja, een tientje, wel. Een joet. Ja, een joet zit je goed. Of een donnie. Kijk, ja, dat gek. Ja, maar die zakjes zijn ook kik, man. Met die muntgeld erin. Dat ga ik ook gewoon zo laten, weet je. Dat leg ik gewoon zo weg. Dat is zo kik, man. Dat is het dan. 1992. Ja, een Duitse mark allemaal, man. Vijf Duitse mark. Oh, ja. En dit zijn allemaal, die krijg je bij je boodschappen, dit krijg je allemaal bij je boodschappen, hè, dit. Kijk, ja. Dat is meer ook minimaal 10, 15 euro voor één kaartje. Ja, moet je eens kijken, ja, nee, ja, ja, kijken hoeveel boodschappen diegene heeft gedaan. Wow, kijk eens, dit is echt gek, hoor, dit is echt gek. Zijn dat wel Hollands eigenlijk, of misschien zijn dat ook Duits? Of? Dus nee, wel Hollands, Albert Heijn is Hollands, toch? Nederlands. Oh, is allemaal Albert Heijn, oké. Ja, is allemaal Nederlands. Ja, kijk eens, we gaan weer voor goud hier zo op deze plek. Hoe vinden jullie het tot nu toe deze aflevering? Laat het eventjes weten in de reacties. Of niet, Wim? Super dik. Echt gek dit. Dat is echt bizar. Ja, man. En een stuur. Ja, en een stuur. Ja, dat is niet meer zo boeiend. Okay, nou, en ook waar de stuur vandaan komt. Kunt zien. Germany. Nee, ook uit Duitsland. Ook uit Duitsland. Ja, man. Hoe vet is dit, kijk eens. Ja, kikken. Ja, kikken. Super dik, man. Ik ga echt goud, man. Kijk dan, Swansig Franken. Ja, die ga ik niet eens inleveren. Die leg ik gewoon zo in mijn vitrinekast. Ja, tuurlijk. Ja. Super dik. Ik kwam hier voor de filmpjes kijken. Kijk, hij heeft zelfs die fotocamera heeft hij beet. Wat heb je eraan? Oh, de schijf. Oh, de schijf. Hamma. Hamma. Zie je? Van een computer is dat geweest. Ja, ja. Gaaf, hè? Augustus. Hamma. Ja, kijk, we gaan dik, hè, tot nu toe al. Ja, deze zit helemaal vol met gereedschap. Ik denk dat zijn wel 20 kilo aan gereedschap is. Allemaal gereedschap, kijk. Hier zo. Hamer, zaag. Walkman. Ook oud deze. Die had ik. Ja. Yes, kijkers. Ik heb ook een harde schijf. En een camera. Nog een harde schijf? Nog een harde schijf? Nou, hoe dan? En een cameramaat. Hoe vet is dit? Oh ja, dat is een. Hij voelt ook heel licht aan. Ja, hoe dik is dit, man? Finepax. Digitaal camera. 2 megapixel camera. Stel, die is 4. Die is 4. Heb je die nou meegenomen? Ja, die heb je ook meegenomen. Die tank. Ja, hij ging er ook al vandoor met die zaagjes die hierin zaten. Goed dat hij niet vandoor is met die munten. En die kunstgebitjes mag hij ook hebben, hoor. Lekker Wim! Gano time! Ja, man! Ja, man! Kijk dit! Ja, wat zal het er voor eentje wezen? Kijk eens! Dik hoor, maat! Nou, het is nou wel echt helemaal compleet alles hier. Ja, man! Dikste video is weer geschoten! Dat doen we eventjes! Hoe dan? Ja, man, dit is wel bellen, man, maat. Ja, daarom even beet! Kikken, man! Over hoe vet is dit? Naar het water. Ja. Voor lachen? Hey! Kikkermaat, ja, dik man. Super dik. Ja. Is het er voor een, hè? Een lelijk killetje. Dat is denk ik wel echt een echte, hoor, dit. Wat staat erop? Mari.20. M-A. RI.320. Ja. Patent of zoiets. Ja. Hé? Wat is dit voor gun dan?
Punt 22? Nee. Punt 320 staat toch? Van 3, wat is dat? Ja, maar wat is 320 dan? Ja, weet ik dat. Hij is wat dik hoor. Oh, zal die het nog doen? Ja! Hoe dan? Ja, dik man. Nou, bellen. Ja man. Gaat weer tijd kosten, Tim. Ja, ja. Is wel gaaf toch? Ja, dat sowieso. Heel dik dit. Ongelooflijk. Bizar. Wat een water. Ja man. Gaaf. Heel vet. Echt heel vet dit. Als het weer warm weer wordt, moeten we toch weer hier aan de onderkant gaan. Dan. Oh, maar je... Wat? Ik zit aan de onderkant. Aardig vergaan me. Ja, kikker man. Ja. Heel dik. Juist, kijk eens. Maar het is wel hartstikke leuk, hè? Een vuurwapen vinden in het water. Maar wat moet je doen als je een vuurwapen hebt gevonden in het water? Niet zoals mij. Haal hem zeker niet van je magneet af. Nee, laat hem aan je magneet zitten en hang hem terug in het water. Wij doen het op een andere manier. Ik haal hem er gelijk uit. Ik haal hem er gelijk af. Enthousiast. Wim zijn vondst. Ik haal hem gelijk van zijn magneet af. Sorry, maat. Maar ja, weet je, hij heeft hem gewoon netjes in een emmer met water gedaan. In hetzelfde water als waar hij is uitgekomen. Want dan, ja, dat is goed voor de politie. Dan kunnen ze waarschijnlijk nog het DNA wat op die gun zit, kunnen ze achterhalen. Mij lijkt het sterk, maar de politie zegt dat dat kan. Dus ja. Ja, laten we ze dan maar geloven en ja, doen wat hun willen. Ja, zeker. Ambulance. Ja, ik denk politie. Ik ben een magneetvisser en ik heb een pistool gevonden. Oké, ga ik het doorverbinden, meneer. En welke woonplaats is dit? We zitten... Alarmstrale politie, wat is de rest van het noodgeval? Welke plaats? Een pistool eruit gehaald. Dan komt er even naar het toe, wordt even met u gebeld. Is goed, dankjewel. Tot straks. Doei, doei. Nou, ook geregeld. Nou, dan word ik weer teruggebeld. Dat zal wel anoniem zijn natuurlijk, ja. Want we zijn er nooit te zinnen mee. Maar even afwachten weer. Even afwachten, kikken. Ja. Time-out. Time-out. Pauze. Bakkie. Dus, er is een man van de TEF is nu aanwezig. Die gaat het vuurwapen, ja, pistooltje, gaat hij in beslag nemen. Ja, ik ken allemaal. Ik ga even handschoenen pakken. Ja. Nou, dik. Nou, toch? Een andere man dan de vorige keer. Ja, maar... ja. Lijkt op een alarmpistooltje in ieder geval. Alarmpistooltje, ja. Toch wel. Ja, het is in ieder geval... We gaan het uitzoeken. Ja, nou, dat zei ik vorige keer hadden we ook altijd. Dat was dan daar, was een alarmpistool die was omgebouwd. Ja, dat was omgebouwd daar. Ja. Dat kan. Maar deze ziet er niet echt omgebouwd uit. Maar... Nee. We gaan kijken. Helemaal gelijk. In ieder geval bedankt voor... Nee, sowieso. Ja, helemaal goed. En nou, fijne dienst nog, hè. Yes, Wekse. Hoi. Zo, kijk eens. Pistool netjes ingeleverd. Ja, zoals het hoort. Dus doe dat ook als je magneetvisser bent. Bel gewoon netjes de politie. En een vuurwapen hoort gewoon bij de politie terecht. En dat hoort niet op je slaapkamer of in een vitrinekast te liggen. Nou, ik krijg grote problemen. Krijg je hele grote problemen door. Ja. We hebben de troep netjes gemeld bij de Buiten Beter app. Jullie weten wat voor app dat is. Weten jullie dat nou nog niet? Ga dan eventjes naar Play Store toe en dan doe je Buiten Beter app intoetsen. En dan doe je die downloaden. Zie je troepjes liggen ook op straat gewoon. Kan je dat gewoon netjes melden en dan wordt dat opgehaald. Ja, nou mooi man. Dat was een heerlijke dag. Ja man, tikke man. Het was gewoon weer bizar. Ja man, het was echt super dikke video. En jij ging helemaal dik. Ja. Het was alles bij elkaar. We hebben allebei wat... Ja man. Super dikke video. Dus, dank jullie wel voor het liken. Kijken en reageren. En vergeet niet abonneren. Juist, heel mooi gezegd. Super goed gezegd. Ja, de TEF die rijdt er nou op de achtergrond vandoor. En wij gaan afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. En dan zullen ze thuis ook meedoen, denk ik. Ja, denk ik wel toch? Ja, toch? Kom op man. Oké, kijkers, doen jullie thuis ook mee? In 3, 2, 1. Challenge!